Dames en heren, hier in de zaal van de Mallemolen en thuis aan de radio of voor de televisie, van harte welkom bij deze uitzending van Omroep Bergendal in samenwerking met gemeente Bergendal, waar wij met u de uitslagenavond voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 gaan begeleiden. Erik. Mijn naam is Erik van Gelderen. Ik sta hier namens de gemeente Bergendal in eendrachtige samenwerking met Omroep Bergendal. En we zijn net zo benieuwd als u naar de uitslagen. Op dit moment zijn er nog heel veel mensen heel hard aan het tellen, denk ik. Hard aan het werk. Harder aan het werk dan wij, Twan. Ja, want de stembussen die zijn inmiddels gesloten. Nu kunt u er helemaal niets meer aan doen. Nu is het aan de tellers. Wij gaan vanavond overigens de voorlopige uitslag aan u presenteren. Dat u dat thuis ook even goed in uw achterhoofd houdt. We gaan de uitslag en de tellingen laten zien van de nogmaals voorlopige uitslag. Dat wordt nog definitief gemaakt later deze week. Maar de ervaring leert dat dit een meer dan goed inzicht gaat geven in hoe na vandaag het politieke speelveld in de gemeente Bergendal verdeeld zal zijn. Ja, en wat we al zeiden, de stembureaus zijn gesloten, maar die waren dit jaar voor het eerst 3 dagen geopend. Afgelopen maandag en dinsdag mochten op 3 stembureaus in de gemeente ook al geteld worden. Daar kwamen er vandaag nog 19 bij en 1 mobiel stembureau, oftewel op 23 plaatsen in de gemeente is er geteld. En onze burgemeester die was de afgelopen dagen op pad, de heer Slinkman, en hij was gisteren bijvoorbeeld bij het stembureau in Millingen. Dat is heerlijk. Van harte welkom hier vanavond in de Mallemolen op de uitslagenavond van de raadsverkiezingen. Ik ben ontzettend blij dat we elkaar vanavond ook weer echt kunnen ontmoeten zonder mondkapjes, zonder 1,5 meter. Dat is toch veel fijner om elkaar echt nabij te zijn. Het belooft een bijzondere avond te worden die zich ook moeilijk laat voorspellen, want er is wel heel veel ongewis deze avond. Als we al kijken op landelijk en internationaal niveau, er is ontzettend weinig aandacht geweest voor de verkiezingen in vergelijking met vorige jaren vanwege de oorlog in Oekraïne. En hoe zal dat uitpakken? Dat zullen we vanavond merken. Maar ook hier in Bergendal is er genoeg anders dan anders. Allereerst zijn we 3 dagen open geweest met de stembureaus. Betekent dat ook een grotere opkomst? We gaan dat straks merken. Daarnaast hebben we natuurlijk ook 7 partijen die mee hebben gedaan in plaats van 11. Dat belooft een hele andere verdeling. En hoe dat gaat uitpakken, dat wordt later vanavond duidelijk. Maar last and not least zijn er vanavond 25 zetels te verdelen in plaats van de oude 23. En welke 2 gelukkige raadsleden zullen die zetels gaan bezetten? Kortom, alles is ongewis, moeilijk om te speculeren, maar de stembussen zijn gesloten, de stemmen worden geteld en later op deze avond zullen we alle te weten komen waar we nu op zitten te wachten. Wie zijn die gelukkige 25 mensen die de komende 4 jaar de gemeenteraad van Bergendal mogen vormen? Ik wens ons allemaal een hele mooie, toch ook gezellige verkiezingsavond. Hoe gaat deze avond er eigenlijk uitzien, Erik? Bovenal verrassend, denk ik zelf. Maar hoe gaan we het zo meteen met u allemaal doen? Wat ik net al zei, er zijn mensen allemaal heel hard aan het tellen. En per stembureau komen de uitslagen hier binnen. En die zullen we geclusterd aan u laten zien. Per 3, per 4. We kijken wel hoe het binnenkomt. En dan zullen we het u laten zien. Maar hoe zaten de verkiezingen ook alweer 4 jaar geleden? Weet jij dat nog, Twan? Nou, dat is misschien best een beetje weggezakt. Het was in 2014 waren het nog 3 verschillende gemeentes zelfs waarin gestemd werd. In 2018 was het voor het eerst gemeente Bergendal. Het was ook nog eens met 23 zetels die er te verdelen waren en 11 partijen. Dus misschien is het goed om even op beeld te halen hoe dat destijds eruit heeft gezien.
Die stemmingen van 2014 en 2018, die ziet u hier in beeld. Doorgerekend op het aantal, op de partijen zoals ze er nu zijn. Dus de drie partijen die nu kernachtig Groesbeek vormen en ook de drie partijen die lokaal Bergendal vormen, die stemmen zijn nu weergegeven op de manier zoals we dat vanavond ook zullen doen, maar dan voor 2014 en 2018. Hoe zag dat er in 2014 uit, Erik? Ja, ik denk dat sommige mensen hier in de zaal en misschien thuis ook wel hiervoor zouden tekenen. Maar goed, nogmaals, het was 2014 en 2018. Waarin u ziet dat de twee lokale partijen, die er toen dus in 2018 en 2014 zes partijen waren, een flinke meerderheid met z'n twee zouden kunnen vormen. En u ziet hier, CDA was ook redelijk groot, GroenLinks, nou u ziet het allemaal zelf, VVD 6,8% 2018, 5% in 2014, PvdA, D66... Voor wat het waard is nogmaals, want er zijn hele andere omstandigheden dit jaar. En we zullen het wel gaan zien. Ja, dus de grafieken die we straks zullen gaan tonen, die gelden dan uiteraard voor deze zeven partijen die aan deze verkiezingen hebben deelgenomen. Gisteren en eergisteren is er al gestemd en die uitslag die mogen we u zo dadelijk al laten zien. Die stemmen die zijn inmiddels ook al geteld. Dus we kunnen binnen niet al te lange tijd ook al de eerste uitslag laten zien. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar een filmpje dat ook gisteren opgenomen werd toen een landelijk politicus in onze gemeente zijn stem uitbracht. U bent nu 2 maanden of ongeveer zo lang minister. Klopt. 2 maanden. En bent u niet tot het stadium bereikt dat u denkt, waar ben ik aan begonnen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ontzettend leuk om minister voor Klimaat en Energie te mogen zijn. Er ligt natuurlijk een hele grote opgave om die klimaattransitie voor elkaar te krijgen. Maar de oorlog in de Oekraïne zet wel alles ook flink op zijn kop. Dus we zijn heel veel van de tijd kwijt aan het goed managen van de impact van die oorlog op de Nederlandse situatie. En nou, naar uw ministerie, Energie en Klimaat, wat voor invloed heeft die oorlog in Oekraïne nou op uw portefeuille? Ja, ik denk dat heel veel mensen nu al merken, de prijzen aan de pomp zijn hoog, de energierekening wordt steeds duurder en we willen minder afhankelijk zijn van gas, olie en kolen uit Rusland. Dus we moeten eigenlijk nog sneller aan de slag met het vergroenen, maar dat wil je dan wel op een manier doen dat je ook mensen een lagere energierekening kan geven of dat die elektrische auto voor iedereen betaalbaar wordt. Dus we zijn eigenlijk alles wat we al van plan waren nog wat sneller aan het doen om minder afhankelijk van Rusland te worden. Nou, even naar de lokale situatie. U weet dat er een verkleining is van het aantal partijen. Wat denkt u? Het schijnt dat er een strijd is tussen de landelijke partijen en de lokale. Wat denkt u? Wat zou de uitkomst zijn en wat zou de impact zijn op de uitslagen? Nou, wat ik heel mooi vind eigenlijk aan alle partijen die in Bergendal meedoen, is dat je ziet dat de kandidaten komen eigenlijk uit alle dorpen. Dus volgens mij is elke partij hier echt lokaal geworteld. En ik hoop dat we met wat minder partijen in de gemeenteraad het nog makkelijker maken om goed met elkaar samen te werken en de komende 4 jaar voor Bergendal belangrijke dingen te doen. Ben je nu bang dat de landelijke partijen, welke landelijke partijen ook, een beetje in de marge komen te staan? Nou, dat is helemaal aan de kiezer. Die mag deze 3 dagen bepalen hoe de gemeenteraad van Bergendal eruit komt te zien. Ik heb zelf natuurlijk op D66 Bergendal gestemd vanwege de focus op betaalbaar wonen, investeren in cultuur en onderwijs en ook lokaal goed aan de slag gaan met goed klimaatbeleid. Heel andere vraag. Voetbalt u nog? Heel af en toe, maar meer voor de lol. Ik heb vroeger heel fanatiek gevoetbald. Ik kom uit een familie met een rijk voetbal. Ik las het. Een opa die betaald voetbal gedaan heeft. Maar dat is geen toekomst voor als het zegt van nou, minister is toch niks. Ik ga voetballen. Ja, nou, alleen nog recreatief. Maar ik vind het wel heel leuk om hier in onze prachtige gemeente natuurlijk. Daar kun je geweldig sporten. Dus ik ga hier heel graag hardlopen, wandelen en af en toe een potje voetballen met wat vrienden. Naast mij staat mevrouw Brouwer. En die begint als politica aan een nieuw tijdperk. Is dat zo? Dat hoop ik. Ja, daar ga ik wel vanuit. Ik hoop. U hoopt het en u gaat er ook vanuit. Ja. Ja. Ik was daar net bij dat groepje van uw aanhangers. En u was degene die het beste de spanning onder woorden kon brengen.
Probeert u dat eens? Nou ja, het wordt een spannende avond voor iedereen die hier staat, denk ik. Wij gaan er eigenlijk wel vanuit dat lokaal, de beide lokale partijen flink zullen winnen. Maar we moeten nog zien of het ook echt zo zal zijn. Dus het is inderdaad heel spannend. Maar de beide lokale partijen. En nou even uw partij. Ja, ik ben van Kernachtig-Groesbeek. Dat weet ik. U bent van Kernachtig-Groesbeek. Ja. En zo dadelijk wordt het nog kernachtiger of niet? Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja. Waarom gaat u daar vanuit? Heeft u daar signalen voor? Nou ja, om me heen heb ik wel veel mensen gehoord die hebben gezegd, wij stemmen op Kernachtig-Groesbeek. Ik woon in Groesbeek op de Brede Weg. Dus, en ik hoop dat dat in heel Groesbeek zo zal zijn. En denkt u dat er veel mensen van Minningen en Ooi en Kekerdom op Kernachtig-Groesbeek zullen stemmen? Nee, die zullen niet op ons stemmen, maar ik hoop dat die op lokaal gaan stemmen. En dan gaat u daarna samenwerken met lokaal, met een uitroepteken? Ja, zeker. Heeft u al een programma? Wij hebben een programma, lokaal heeft een programma en die kunnen we naast elkaar leggen. Die verschillen niet heel veel op grote dingen. Dus u heeft al een soort formatie achter de rug? Nou, zover wil ik nog niet gaan. Eerst zien en dan geloven. Eerst zien en dan horen. Ik hoor toch wel een lichte twijfel. Nou, nee, dat valt wel mee. Maar ik wil toch altijd eerst zeker weten voordat ik voorspellingen ga doen. U blijft de hele avond hier? Ja, zeker. Dan zullen we elkaar nog eens een keertje treffen vanavond. Okay. Ja. Succes met de spanning. Dank u wel. Goedendag. Hey. Hallo. Nou, als ik jou de koek maar geven. Ja, lekker. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik wil straks lekker eten. Kleine beloning voor het harde werk, hè. Dankjewel. Het is rustig hier. Ja, dat kan zo. Maar kunt u wat zeggen, hoeveel stemmers zijn er al geweest vandaag? Vandaag zitten we op bijna 250 stemmen. En gisteren? Gisteren zijn er over de hele dag 280 geweest. Ja. En mag ik u wat vragen? Ja. U heeft nou uw stem gebracht. Vindt u het fijn dat er 3 dagen de gelegenheid is om te stemmen? Ik vind het heel praktisch. Want ik ben morgen de hele dag bezet. Dus ik vind het heel fijn dat ik nu even hier naartoe kan. U bent een trouwe stemster? Ja, ik stem altijd. Waarom vindt u dat belangrijk? We leven in een democratisch land. En blijkt nu alweer dat we dat op prijs moeten stellen. Verklaar u eens nader. Hoe blijkt dat? Het is denk ik wel duidelijk bij de situatie in Rusland en Oekraïne. Mag je heel blij zijn dat je hier woont, dat je kunt stemmen. Dat je iets te kiezen hebt. Ik hoor u zeggen, wat ik gisteren ook hoorde op het landelijke nieuws, van ik ben blij dat ik niet in Moskou geboren ben. Ja, lastig te zeggen. Je weet al niet anders, hè? Dat is een feit. Maar het benadrukt nog eens een keertje de vrijheid die wij hebben, omdat we dus een democratisch stelsel hebben. Precies, ja. Dus het is voor u geen kwestie van zal ik of zal ik niet? Nee, ik moet. Ik wil. En ik zal.
Woensdagavond 16 maart, het is 9:54. De afgelopen 2 dagen mocht u uw stem al uitbrengen, als u dat in uw persoonlijke agenda beter uitkwam. Een hele hoop mensen hebben dat al gedaan en die uitslag die is inmiddels ook al bekend. Die stemmen zijn geteld. Wat we u nu gaan laten zien is de uitslag van de stembureaus in gemeentehuis van Groesbeek, die van Sporthal de Duffelt en van de Sprong in Ooi. Daar zijn dus al 2 dagen stemmen geteld en die stembureaus komen in de loop van de avond ook nog een keer terug, Erik. Ja, dan hoort u nog van diezelfde stembureaus de stemmen die vandaag zijn uitgebracht. Maar eerst gaan we dus kijken naar de stemmingen van de afgelopen 2 dagen op 3 stembureaus. We beginnen met de partij met de VVD, 177 stemmen van de uitgebrachte stemmen, dat waren 2956. Dan zien we D66, PvdA, GroenLinks, CDA, Kernachtig Groesbeek en lokaal heeft in de 2 stembureaus Ooi en de Duffelt 942 stemmen gehaald van de 2956 uitgebrachte stemmen. De opkomst was daar 10,2%. We kunnen dit ook procentueel laten zien voor de mensen die dat leuk vinden of beter weten te interpreteren. Erik, hoe ziet het er dan uit? In verhouding of in de kleurtjes en de balkjes hetzelfde? De VVD 6%, GroenLinks en D66 8,5%, PvdA 8,6%. 14,3% voor het CDA, 22,3% voor Kernachtig Groesbeek en 31,9% voor lokaal. 2956 mensen brachten hun stem reeds uit. 5 daarvan waren blanco en 6 ongeldig op nog eenmaal de stembureaus van het gemeentehuis te Groesbeek, Sporthal de Duffelt in Millingen aan de Rijn en de Sprong in Ooi. Nou, we zullen in de loop van de avond zien hoe indicatief deze eerste uitslag was van deze bijna 3000 getelde stemmen. En wij zijn in afwachting van alle andere 23 stembureaus en zullen u daar in de loop van de avond graag over bijpraten. Die we daar hebben een oud-gediende, Tjeu Hoeken van de Partij van de Arbeid. Lang niet gezien, nou dat is niet helemaal waar, want ik zag hem, wanneer was het? Zondag ook, zondag. Maar een oud-gediende, of niet? Ja, ik ben eigenlijk de vorige verkiezingen ben ik teruggetreden als fractievoorzitter, zal ik maar zeggen. En alleen nog actief geweest in de begeleiding van onze nieuwe raadslid, Leslie Albers. En ik heb dit jaar ook mijn bestuursfunctie eraan gegeven en ben dus nu een terugtredend lokaal politicus, zou je kunnen zeggen. En met wat voor blik kijkt u terug? Op de politiek in Groesbeek of Bergendal? Zeg maar Bergendal. Nou, ik maak me eerlijk gezegd wel een beetje zorgen over het feit dat we een beetje terug lijken te gaan in de geschiedenis. Doordat we weer langs geografische lijnen politiek hebben. En ik ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen de komende tijd. Maar ik hoop wel dat de inhoudelijke benadering van de Partij van de Arbeid de afgelopen 4 jaar, dat die zich voor kan zetten in de komende periode en dat we er een paar zetels bij krijgen. Dan kunnen we wat dat betreft meer van de grond krijgen dan de afgelopen 4 jaar is gebeurd. Het gaat allemaal traag, vindt u? Ik vind dat er met weinig visie en met weinig integrale aanpak naar zaken gekeken wordt als bijvoorbeeld het centrum van Groesbeek of de aanpak van de mobiliteit of de aanpak van de energietransitie. Daar ben ik zeer teleurgesteld over. En door wie wordt dat nagelaten? Nou, ik denk door een gebrek aan samenwerking. Ook binnen collegepartijen, die zijn het over weinig dingen echt eens. Of die hebben weinig visie die gemeenschappelijk kan worden aangepakt, zodat we op de lange termijn oplossingen krijgen voor zaken die al heel lang spelen. En hoor ik u zeggen dat u eigenlijk de ontwikkeling van het samengaan van de lokale partijen geen goede zaak vindt? Nou, dat weet ik niet, dat moet nog blijken. Als zij in staat zijn om voor de hele gemeente
een gemeenschappelijk integraal beleid te ontwikkelen op bepaalde punten, dan zou het heel goed uit kunnen pakken. Maar ik heb daar tot nu toe nog weinig van kunnen zien, dus we zullen het afwachten. Maar ze hebben ook nog niet samen opgetreden. Nee, daarom, daarom ben ik ook zeer benieuwd. Dat vind ik ook lastig om daar nu op vooruit te kijken. Denkt u, verwacht u of hoopt u dat u toch aan die 2 tot 3 zetels komt? Dat hoop ik wel. En ik ben ook zeer trots op wat Leslie de afgelopen 4 jaar aan initiatieven heeft proberen te nemen. Met weinig succes vanwege de tegenwerking van de coalitie, zal ik maar zeggen. En ik hoop dat dat gewaardeerd wordt door de kiezers. En dat zij dus een aantal zetels, of in ieder geval 1 zetel erbij heeft kunnen werken. Als ik het niet vergeet, want het wordt een lange avond, dan zal ik nog eens een keertje bij de coalitie erop terugkomen waarom dat ze in uw ogen de Partij van de Arbeid tegengewerkt hebben. De Partij van de Arbeid zichzelf hebben tegengewerkt eigenlijk. Dat moet u even uitleggen. Nou, dat ze tot weinig samenwerking hebben laten zien op een aantal punten, zodat er ook niet zoveel van de grond gekomen is. De laatste raadsvergadering was daar een mooi voorbeeld van, dat bijna alle agendapunten ervan afgehaald waren. De agenda die ertoe, agendapunten die ertoe doen? Die ertoe doen en waar men dus niet uitgekomen is, omdat de meerderheid ontbrak van het college. De meerderheid binnen het college er niet gevonden kan worden om bepaalde al lang spelende zaken op te lossen. Laat ik eens een onderwerp nemen wat u niet vreemd in oren zou klinken en geen enkele politieke partij. De woningnood. Wat verwacht u daarvan aan samenwerking? Daar verwacht ik van dat er gekeken wordt naar bijvoorbeeld de OOI, waar een aantal plannen eigenlijk al genoemd zijn, om die in samenhang te bekijken, zodat de hele dorp OOI daar beter van wordt. Dat betekent zowel de Emmastraat als het Reumieterrein. Dat gekeken wordt naar dat plan in Leut. En dat het hele woningbouwprogramma tegen het licht wordt gehouden om eens te kijken wat dat betekent voor de ontwikkeling van alle kernen die we hebben. En de leefbaarheid van die kernen als het gaat om scholen, om infrastructuur. En dat daar dus voor de lange termijn plannen gemaakt wordt, zodat de woningnood echt kan worden aangepakt. Want hoeveel tiny houses hebben we? 1. In 4 jaar tijd. Hoeveel huizen zijn er werkelijk bijgebouwd? Is de woning, nou, et cetera, et cetera. Dus ik denk dat daar veel beter en veel daadkrachtiger opgetreden moet worden. We houden u eraan. Als we de kans krijgen, dan kunt u ons daaraan houden. Oké, bedankt. En een prettige avond, ondanks alles. Dat gaat lukken. Dat gaat lukken. Wij zijn hier in het gemeentehuis in Groesbeek en we spreken met de voorzitter, de heer Kerkhof. De heer Kerkhof en voorzitter van het stembureau. U bent ook vandaag open, net zoals dat gisteren was. Ja. En u vertelde net in een klein voorgesprekje dat u gisteren niet de voorzitter was. Dat wil zeggen dat u iedere dag, is er iedere dag een andere voorzitter? Ja, elke dag is een andere voorzitter. Gisteren was het iemand anders, vandaag ben ik het en morgen op de daadwerkelijke dag van de verkiezingen is het weer iemand anders hier op het gemeentehuis, ja. En u heeft er een dagtaak aan? Ja, wij waren om 7 uur hier en om 9 uur sluiten wij het stembureau weer, ja. Hoe loopt het? Er zijn sommige partijen die zeggen van het is een beetje verdacht om maandag en dinsdag dat te doen. Ik weet niet of u ervan gehoord heeft. Nee, heb ik niks van gehoord, maar hier loopt het lekker door. We zitten nu, gisteren hadden we op het gemeentehuis hier rond de 600 stemmen. En nu zitten we al op de 400 en een klein beetje, dus wij mogen niet klagen hier. U bent de voorzitter. Waar moet u nou speciaal op letten? Orde en netheid. Dat het ordelijk verloopt en alles conform alle regels verloopt die de stemwet zegt. En de stemmen die vandaag uitgebracht worden, die worden apart gehouden? Ja. Die van gisteren en vandaag die worden apart gehouden en die worden morgen ook geteld. Dus vandaag en gisteren worden apart gehouden van wat er morgen gaat komen. Het is tot nog toe dus prima verlopen. Ja. En u heeft
wel hoop op een goede afkomst, een goede afloop, hè? Zeker, zeker. We proberen het hier gewoon netjes af te handelen. En we gaan ervan uit dat iedereen het netjes houdt. Dus okay. Prima. Dames en heren thuis en dames en heren hier in de zaal van de Mallemolen. We hebben voor u weer 3 nieuwe stembureau-uitslagen op een rijtje weten te zetten. Die zijn met vereende krachten geteld. Het gaat dan om de uitslagen van Sint-Jan de Deo, het mobiele stembureau en het cultuurhuis in Kekerdom. En even voor de volledigheid, er zijn ook mensen die luisteren naar deze uitzending. Hier kunt u in de zaal alles ook op beeld zien. Thuis ziet u het ook op beeld, maar voor de mensen die naar de radio luisteren, zullen ook elke partij en het aantal stemmen daarop is uitgebracht even met u doornemen. Zodat ook de luisteraar thuis goed bediend wordt. We gaan naar het eerstvolgende stembureau. Zal ik ze even noemen, Twan? Dat is het mobiele stembureau. Dat is niet iets wat u aan uw oor houdt, maar dat is vanzelfsprekend een stembureau die op verschillende plekken in onze gemeente heeft gestaan. Ik pak ze even op volgorde van grootte. GroenLinks 6 stemmen, kernachtig Groesbeek 17, VVD 15, kernachtig Groesbeek 17, PvdA 18, dan heb ik het CDA al genoemd met 16. 23 voor D66 en lokaal met 29. Dit mobiele stembureau was vandaag te vinden in de Kloostertuin aan de Stationsweg in Groesbeek. Daarna bij Groot Bergendal in Bergendal en ook nog bij Zorgcentrum het Hufke in Beek. Er werden 124 stemmen uitgebracht op het mobiele stembureau. We gaan naar het volgende stembureau. Het wordt het cultuurhuis in Kekerdom. Daar zijn vandaag 287 stemmen uitgebracht, waarvan 6 op kernachtig Groesbeek, 13 op de VVD, 19 voor de Partij van de Arbeid, 21 voor het CDA, 23 voor D66, 60 voor GroenLinks en 145 voor lokaal. En we hebben het dan over het stembureau van het cultuurhuis in Kekerdom, waar 2 blanco stemmen uitgebracht werden. En ze waren allemaal geldig, alle 287 stemmen.
Dan gaan we naar het derde en laatste stembureau van deze ronde. En dat was Sint-Jan de Deo. En nogmaals voor de duidelijkheid, dit betreft iedere keer voorlopige uitslagen. GroenLinks heeft daar samen met D66 10 stemmen behaald. Kernachtig Groesbeek 4, VVD 11, PvdA 17, CDA 37, lokaal 117. De snelle rekenaar weet dat dat 206 stemmen zijn geweest bij Sint-Jan de Deo in Millingen. En daar heeft iedereen de vakjes keurig ingekleurd, want ze waren allemaal geldig en er was er geen blanco bij. Dan hebben we inmiddels 6 stembureaus gehad. Nogmaals, dat waren er 3 waar de afgelopen dagen al gestemd mag worden. En de 3 die we zojuist met u doornamen. Het mobiele stembureau Sint-Jan de Deo en het cultuurhuis in Kekerdom. En dat ziet er dan op dit moment als volgt uit. Dan zijn 12,3% van de stemmen inmiddels geteld. VVD 216 stemmen, D66 306, PvdA 308, GroenLinks 328, CDA 496, Kernachtig Groesbeek 686 en lokaal 1233 stemmen van de in totaal 3573 uitgebrachte stemmen. In onze gemeente mochten vandaag 29.070 mensen hun stem uitbrengen. En op dit moment ziet u de uitslag nadat 12,34% van die stemmen is geteld, waarvan er evenveel blanco waren als ongeldig. In percentages ziet deze stemming er als volgt uit. Dan zien we de VVD met 6% en verder, Erik. PvdA 8,6, net zoals D66 8,6. GroenLinks 9,2, CDA 13,9, Kernachtig Groesbeek 19,2% en lokaal 34,5%. Er zijn nu dus 3 stembureaus geteld die vandaag open waren en we hebben de telling hier van de vroegstemmers, zullen we ze maar noemen, van afgelopen maandag en dinsdag. Nog 20 stembureaus te gaan. Een beetje van de hak op de tak. Ik heb nu voor me staan meneer Jorrit van Eck, nummer 12 op de lijst van lokaal Bergendal. Nummer 12 op de lijst van lokaal Bergendal. U komt in de raad? Nou, dat is wel heel optimistisch denk ik, maar laat het nog even afwachten. Kijk u eerst naar rechts. Komt u in de raad? Nou, als ik goed kan rekenen, nog net niet, denk ik. Maar dat ligt natuurlijk helemaal aan de verdeling. Nog net niet? Oh, ik dacht van, maar misschien reken ik me rijk. Ik dacht van, die komt er wel in. Volgens mij met 25 zetels en je hebt er 1/3, dan hebben we een zetel of 8. Maar in het laatste debat is naar voren gekomen dat we er gewoon een aantal zetels bij doen. Want alle lijsttrekkers die kwamen bij elkaar op 33 zetels. Ja, dat, misschien is dat iets voor over 4 jaar, hè? Maar zover zijn we nog niet, denk ik. Over 4 jaar, daar komen er nog meer bewoners bij, denk ik. Ja, maar wat denkt u? Wat verwacht u? Nou, ik denk dat we al heel gelukkig zijn met wat hier nu op het bord staat. Wat we tot nu toe bereikt hebben. Er moeten nog een paar grote stembureaus komen. Beek, Leut, Ooi. En ook daar denk ik dat we nog heel goede scores halen. Dus als we dit doorzetten, dan zijn wij heel tevreden. En denkt u dat er een hoge opkomst is, een grote opkomst?
Ja, voor zover ik op me heen heb meegekregen, heb ik het idee dat de opkomst echt serieus hoog is. Dat zal nog moeten blijken. Cijfers uit Kekerdom bevestigen het volgens mij wel. En ik denk dat een hoge opkomst absoluut in ons voordeel is. Dus ik hoop het. En is die hoge opkomst, als die er is, is dit min of meer een gevolg van het samengaan van de drie partijen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het absoluut sprake is van, zoals ze zo mooi zeggen, we zijn meer dan de som der delen. Hè? Dus het is niet alleen een optelling van wat we hadden, maar het is echt meer dan dat. Oké, nou, hopelijk wordt het een en ander nog duidelijker in de loop van de avond. En in ieder geval een goede start. Dank u wel. Dank u wel. En inmiddels gaan wij naar een volgend filmpje dat gisteren opgenomen werd in het gemeentehuis van Bergendal. En daar liep onze verslaggever de klas van basisschool De Siepen tegen hun lijf. Wie zijn jullie? De Siepen. Groep 8 van De Siepen. Hebben jullie een idee wat hier gebeurt nu? Ja, stemmen. Wat wil dat zeggen, stemmen? Dat je op iemand gaat stemmen op die je wil, zeg maar. Ja, en wat moet die iemand dan gaan doen? Dat vind ik lastig. Wat heb je het over gehad? Ons land vertegenwoordigen. Is dat zo? Ze worden gekozen. En wat gaan ze dan doen als ze gekozen zijn? In de gemeenteraad vergaderen over wat er allemaal in de gemeente moet gebeuren. Zo. Hè? Dat is het juiste antwoord, denk ik. Hè? Jullie zitten in de leerlingenraad. En jullie zijn er ook in gekozen? Ja, hebben we gestemd, democratisch. Dat was toen ons thema. Net zoals hier? Ja. Mm-hmm. Met formulieren en papieren en zo. En hebben jullie ook campagne gevoerd? Ja. Waarom moet jij gekozen worden? Dat is campagne. Ja, toen moesten we slogans bedenken. De mensen die wouden gekozen worden, die moesten slogans bedenken. Om gekozen te worden, zeg maar. En toen ging de klas stemmen. En welke slogan heb jij gebruikt? Stem op mij, dan word je blij. Welke slogan heb jij gebruikt? Stem op mij, dan krijg je een ei. Maar het was wel serieus, hè? Vinden jullie dat er ook een jeugdgemeenteraad moet komen? Nou, ik bedoel, kinderen kunnen ook anders denken dan volwassenen. Maar soms hebben kinderen ook niet echt een heel duidelijk idee. En hebben ze maar één vaste reden, terwijl er zijn nog heel veel andere meningen. Kinderen denken soms ook anders. Dus. En dat mogen ze toch ook? Ja, het is ook met al die gemeenteraden en zo. Ik weet het ook allemaal nog niet uit elkaar te houden. En het is ook zo, kinderen die stemmen soms ook wel eens maar gewoon ergens op. En dan is het wel handig als je een ouder kind kiest in plaats van een kind van 11 of 12. Dat is ook zo. Ja, jullie hebben heel veel verstandige meningen. Dat mag wel gezegd worden. Misschien is het toch nog wel de moeite waard om eens na te denken of jullie een opzet kunnen maken dat er een jeugdgemeenteraad komt. Want jullie weten wel waar je over praat. Hè? Nou, ik ga stemmen, dan mag je niet in mee. Want het is mijn stem. Ik trek me even terug. Dat is toch een prullenbak? Nee. Wat maakt dat het een stembus is? Waar kun je dat dan zien? Waaraan nog meer? En aan de kleur. Ja, aan het slot. Hij moet beveiligd zijn. Hier zit dus een sleutel op. Als die zomaar open zou zijn, kan iedereen zomaar de stemmen uithalen. Er zit toch geen klem op dus het wiel? Dus dit is beveiligd. Nou, ik voel me nu een heel belangrijk persoon, ja. Dat iedereen zo kijkt. 1, 2, 3. Gestemd. En ik kan er niks meer aan veranderen. Er staat iemand achter jou die ja, ook... Ja, we gaan even opzij. Ja. En we gaan even zoveel ruimte geven aan mevrouw dat het gewoon kan. We hebben weer 3 stembureaus voor u waarvan de uitslag bekend is. En dat zijn de stembureaus op de Sprong in Ooi,
het clubgebouw van de Treffers en Sporthal Heuveland. En met die laatste gaan we nu beginnen. Sporthal Heuveland zijn 726 stemmen uitgebracht vandaag, waarvan 6 op lokaal, 34 voor de VVD, 43 voor de Partij van de Arbeid, 45 GroenLinks, 67 stemmen voor D66, 88 voor het CDA, 443 voor kernachtig Groesbeek en zoals gezegd 6 voor lokaal. Alle stemmen, waren 2 ongeldige stemmen en 0 blanco stemmen in Sporthal Heuveland. We gaan door naar de volgende. De volgende is het clubgebouw van de Treffers in Groesbeek. Daar zijn 13 stemmen uitgebracht voor lokaal. 28 GroenLinks, 31 VVD, 54 PvdA, 61 D66, 94 CDA en 487 voor kernachtig Groesbeek. Totaal 768 stemmen, 2 blanco en 2 ongeldig. En voor het laatste stembureau in het blokje van 3 gaan we naar Ooi, waar ook bij de sprong alle stemmen inmiddels geteld zijn. We hebben het dan over 594 uitgebrachte stemmen, waarvan 6 op kernachtig Groesbeek, 20 voor de VVD, 46 PvdA, 51 D66, 79 CDA, 86 GroenLinks en 306 voor lokaal. Alle stemmen waren geldig en 2 blanco. Als we dan 6 stembureaus geteld hebben inmiddels, inclusief de stemmingen die gisteren en eergisteren uitgebracht hebben, dan ziet het er op dit moment als volgt uit. 5660 stemmen uitgebracht. Dat is een kleine 20% van het totaal. Dan zien we dat, pakken ze eerst even allemaal op beeld. Dan zien we dat kernachtig Groesbeek 1622 stemmen heeft, lokaal 1558, D66 485, PvdA 451, VVD 301, GroenLinks 487 en het CDA 757. Procentueel ziet dat er als volgt uit en dat zijn de percentages ten opzichte van de totale opkomst. Dat is de VVD met 5,3%, PvdA 8,0%, GroenLinks en D66 beide 8,6%, 13,4% voor het CDA, 27,5% voor lokaal en 28,7% voor kernachtig Groesbeek. Terwijl er op diverse stembureaus nog met vereende krachten geteld wordt, hebben we inmiddels dus 6 stembureaus binnen en druppelen de volgende uitslagen binnen. Maar voordat we daar weer met u naartoe gaan, hebben we nog 1 filmpje voor u. En dat werd opgenomen met de jongste kandidaat op de kieslijsten. Namens D66 is dat Amarens Huk. Dag Amarens, mag ik vragen, is dit de dag van je leven naast je toekomstige huwelijksdag? Nou, het is wel een hele speciale dag, ja. Ook mijn allereerste keer ooit stemmen. Dus ik had er wel naar uitgekeken, zeker, ja. Maar is het stemmen zelf ook zo zenuwslopend of is het juist deze setting? Ik was wel wakker geworden en ik dacht, oh, ik ga vandaag wel stemmen, ja. En dat vond ik ook wel natuurlijk spannend. Maar natuurlijk, omdat ik wist dat ik met Rob Jetten ging stemmen, was het nog wel iets spannender, ja. Kende je hem? Behalve natuurlijk dan van de gewone publiciteit zoals wij hem ook kennen. Nou, ik ken hem niet persoonlijk, maar hij woont in dezelfde straat. Dus was wel eens als ik van school naar huis fietste, dat ik wel eens hem zag en dan zwaaide naar hem dat eigenlijk. Of in de supermarkt tegenkwam, zoiets. Eigenlijk gewoon als hele gewone burger dan. Maar welke plaats stond jij? Jij staat nu op de lijst, hè? Ja. Ik sta op nummer 18 en in Beek-Up Bergen. En over 4 jaar, dan zijn er weer verkiezingen. Welke plaats sta jij dan?
Ik hoop op een hogere plek en ik hoop ook nog landelijk te kunnen komen. Dat zijn ambitieuze plannen. Landelijk op de, dat is al binnen 4 jaar. Ja, misschien is binnen 4 jaar een beetje te ambitieus, maar het zou wel natuurlijk heel erg mooi zijn. Dus we horen nog van je. Oké, succes met je carrière en je geplande carrière. Ja, dankjewel. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat, keep it on repeat. Testing by the potion, loving this devotion. Ja, beste mensen, jullie moeten het met ons tweeën doen. Stefan Tol, en mijn naam is al zo vaak gevallen. Er is geen beeld, maar ik weet nog niet of de uitslagen ongeldig zijn verklaard. Of dat we het totaal weer opnieuw gaan beginnen. Maar Stefan Tol is kandidaat raadslid voor de VVD. De eerste reactie graag, Stefan, voor deze uitslagen. Wat we al hadden verwacht, eigenlijk de twee lokale partijen staan er goed voor. Er moet nog natuurlijk een hoop geteld worden. Laten we hopen dat we er sowieso nog wat bij krijgen dat we die twee zetels gaan halen. Minimaal. Minimaal die twee zetels. Nou, dat vind ik optimistisch. Maar er zijn natuurlijk nog maar een aantal stemlokalen geweest, dus de avond is nog jong. De avond is nog jong en het duurt nog lang, maar het is tussen al 20% van de stemmen die uitgebracht kunnen worden, zijn uitgebracht, heb ik begrepen, of niet? Dat klopt, maar we hebben bijvoorbeeld Heilig Landstichting nog niet gezien, we hebben Berg en Dal nog niet gezien, we hebben Beek nog niet gezien. En dat waren 4 jaar geleden toch wel stemlokalen waar we beter scoorden dan in de polder bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar daar wordt natuurlijk al nagedacht van, nou, de lokalen hebben veel stemmen. Maar is er ruimte en ruimte voor de VVD? Dat moet vanavond uit gaan wijzen. Dat kunnen we nou nog niet zeggen natuurlijk. Maar jullie hebben toch wel verwachtingen, hè? Wat kunnen jullie betekenen voor de... Wat kan de VVD betekenen voor Berg en Dal? In het verkiezingsprogramma hebben we bijvoorbeeld duidelijk gezegd, we willen 1500 huizen gaan bouwen voor onze inwoners, oudere mensen. Dus de partijen die het college gaan vormen, als jullie daar niet in zitten, die kunnen toch bij jullie aankloppen om te zeggen, wij ondersteunen het bouwprogramma. Het bouwprogramma zullen we zeker steunen en voor de rest, ja, dan moeten we gaan kijken waar ze mee komen en ja, welke zetels elke partij op uit gaat komen. Maar tijdens de besprekingen vooraf is er gezegd, er is woningnood. Dus de raad moet gewoon eensgezind zorgen dat er gebouwd wordt. Als het aan ons had gelegen, hadden we dat al gedaan. Dus jullie kunnen altijd aanschuiven? Als het om bouwen gaat, zeker. Ook wat betreft, er is er straks al door iemand gesproken over de tiny houses. Dat er al zo lang over gesproken is, maar nog niks gedaan is. Jullie zullen dat ook steunen? Tiny houses hebben we, volgens mij vorig jaar hebben we met de omroep gesproken. En toen hebben we ook gezegd dat zeker te ondersteunen. Ja. Oké, we wachten op de volgende uitslagen. En in ieder geval hoop ik dat jullie dan voor jullie, dat dan ook weer de stembureaus komen waar jullie meer stemmen zullen werven dan in de polder. Ja? Wij hopen het ook voor alle inwoners van Bergedal. Oké, dankjewel. Dankjewel Gerard Polman. En inmiddels hebben we weer van 4 stembureaus de uitslagen binnen. Het gaat best vlot vanavond. Het is denk ik wat makkelijker tellen wanneer je 7 stapeltjes moet maken of zoals voorheen 11. Voor u gaan we de uitslagen doornemen van Notre-Dame in Bergendal. Of in Ubbergen moet ik natuurlijk zeggen. Het Cultuurhuis in Beek, daar zijn overigens 2 stemlokalen geweest. En stemlokaal 1 heeft de stemmen daar geteld. De Sprong heeft ook 2 stemlokalen. Stemlokaal 2 is nu ook binnen. En ook van Sporthal de Duffelt gaan we de uitslag met u doornemen. Valerie.
de uitslagen van de Duffelt. In Millingen aan de Rijn zijn 593 stemmen uitgebracht in sporthal de Duffelt. 0 voor Kernachtig Groesbeek, 22 voor de PvdA, 24 voor VVD, 35 D66, 41 GroenLinks, 73 voor CDA en 398 voor lokaal. 1 stem was daar blanco en 2 ongeldig van de 593 stemmen uitgebracht in de Duffelt in Millingen. Dan gaan we naar het volgende stemlokaal. De Sprong, stemlokaal 2. 2 stemmen voor Kernachtig Groesbeek, 7 voor de VVD, 19 voor de PvdA, 38 voor D66, 39 CDA, 52 GroenLinks en 157 voor lokaal. 0 blanco stemmen en 1 ongeldig. Gaan we door naar Ubbergen, daar waarbij Notre-Dame ook een stembureau was. Eerst maar eens kijken hoeveel stemmen daar uitgebracht zijn vandaag. En dan de verdeling van die stemmen. 290 uitgebrachte stemmen. Daarvan waren er 3 voor Kernachtig Groesbeek, 21 voor de PvdA, 25 voor het CDA, 25 ook voor de VVD. Lokaal kreeg daar 35 stemmen, D66 62 en GroenLinks 119 stemmen in Ubbergen, stembureau Notre-Dame. En alle stemmen waren geldig en geen blanco stemmen. Het cultuurhuis, cultuurhuis in Beek. Stemlokaal 1, daar werden 668 stemmen uitgebracht, waarvan 2 voor Kernachtig Groesbeek, VVD 29, 38 PvdA, 68 CDA, 139 GroenLinks, 142 D66 en 250 voor lokaal. Er waren daar 6 blanco stemmen en 1 was er ongeldig. Dan zijn er inmiddels 10 stembureaus geteld en ook de 10% van de mensen die eerder hun stem uitbrachten. Oftewel 26% in totaal, 386 stemmen voor de VVD, 551 voor de PvdA, 762 voor D66, 838 voor GroenLinks, 962 voor het CDA, 1629 voor Kernachtig Groesbeek en 2398 stemmen voor lokaal. Procentueel ziet dat er als volgt uit van deze 26% mensen opkomst. 5,1% voor de VVD, 7,3% PvdA, 10,1% voor D66 en 11,1% voor GroenLinks. 12,8% van de stemmen ging naar het CDA, 21,6% naar Kernachtig Groesbeek en 31,9% van de stemmen voor lokaal. Alweer 4 stembureaus hebben hun telling afgerond. En zoals we dat al een paar keer gezegd hebben vandaag, geldt dat, betreft dat voorlopige tellingen en dus ook voorlopige uitslagen. Rozenhof op Heiliglandstichting hebben we voor u. We hebben Dorpshuis de Slenk, Cultureel Centrum de Mallemolen. Maar we beginnen met de uitslag van Sporthal Biga. Het aantal uitgebrachte stemmen daar was 447, waarbij 7 voor lokaal, 26 voor GroenLinks, 32 VVD, 34 PvdA, 44 D66, 79 voor het CDA en dan 225 stemmen voor Kernachtig Groesbeek. 2 stemmen waren er blanco. Het volgende stembureau waar we heen gaan, Dorpshuis De Slenk.
Er zijn er 657 stemmen uitgebracht, waarvan 14 voor lokaal, 21 voor de PvdA, 34 D66, GroenLinks 44, VVD 57, CDA 149 en 338 voor kernachtig Groesbeek. En er waren 2 blanco stemmen. Gaan we naar het stembureau dat hier een meter of 10 verderop gehuisvest was vandaag. En waar de stemmen dus inmiddels ook geteld zijn in de Mallemolen, het cultureel centrum van Groesbeek. Daar zijn 564 stemmen uitgebracht, waarvan er 6 waren voor lokaal, 22 voor de VVD, 37 voor GroenLinks, 44 voor D66, 49 voor de Partij van de Arbeid, 82 voor het CDA en dan 324 stemmen voor kernachtig Groesbeek. En de laatste in deze serie, de Rozenhof in Heilig Land Stichting. Daar zijn 501 stemmen uitgebracht, waarvan 18 voor lokaal, 30 voor de PvdA, 65 voor de VVD, 66 voor kernachtig Groesbeek, 67 voor het CDA, 119 voor GroenLinks. En 136 voor D66. Dan hebben we inmiddels 14 stembureaus geteld en gaan we ze nog een keer voor u allemaal op elkaar stapelen. 33,5% van de stemmen zijn inmiddels geteld. 562 daarvan waren voor de VVD, 685 voor de PvdA, 1020 voor D66, 1064 voor GroenLinks, 1339 voor het CDA. 2443 voor lokaal en 2582 stemmen voor kernachtig Groesbeek. En qua percentages betekent dat het volgende. 5,8% voor de VVD, 7,1% voor de PvdA, 10,5% voor D66, 11,0% voor GroenLinks, 13,8% voor het CDA, 25,2% voor lokaal en 26,6% voor kernachtig Groesbeek. Het is inmiddels bijna 2 uur geleden dat de stembureaus sloten en de uitslagen die komen met redelijke vaart binnen. We hebben er weer 3 voor u. Die zijn van het Kerstendal, het Cultuurhuis en het Gemeentehuis. Of zoals we dat natuurlijk moeten zeggen, het gemeentehuis hier in Groesbeek. We beginnen in dorpshuis Kerstendal. Daar hebben 396 mensen hun stemmen uitgebracht. Daar waren er 31 voor kernachtig Groesbeek, 33 voor de PvdA, 42 voor de VVD, 42 ook voor lokaal. Dan gaan we naar GroenLinks met 96, CDA 46 en D66 met 106 stemmen van de 396 uitgebrachte stemmen. Waarvan 7 blanco en 1 ongeldig. De volgende is stemlokaal 2 van het Cultuurhuis in Beek. Het aantal uitgebrachte stem is 1023.
13 daarvan zijn naar kernachtig Groesbeek gegaan. VVD 60, PvdA 66, CDA 95, GroenLinks 182, D66 202 en 405 voor lokaal. Er waren daar 6 blanco stemmen en geen ongeldige stemmen. En dan tenslotte in dit rijtje van 3 het gemeentehuis in Groesbeek. Het gemeentehuis van Bergendal uiteraard. En daar zijn gisteren al een aantal stemmen uitgebracht. Maandag ook, maar vandaag 1234. En daarvan waren er 25 voor lokaal, 98 voor de VVD, 116 voor de PvdA, 123 voor GroenLinks, 130 voor D66, 214 voor het CDA en 528 voor kernachtig Groesbeek. 1 stem was blanco en 4 ongeldig van de 1234 stemmen die dus voorlopig zo geteld zijn. En om de spanning een beetje op te bouwen, u verwacht nu totaaltellingen. Dat gaan we niet doen. Die ziet u straks aan het eind als we alle stemlokalen hebben gehad. Weer 3 op een rij voor u erbij. Dat zijn die van de OLV van het Heilig Hartkerk in Bergendal. En we hebben nog 2 Groesbeekse stembureaus voor u. En we beginnen met de Heilig Hartkerk. Zoals gezegd in Bergendal. 772 stemmen werden daar uitgebracht. En daarvan waren er 28 voor kernachtig Groesbeek. 50 voor het CDA, 66 voor de PvdA, 74 voor de VVD, 92 voor lokaal, 228 voor GroenLinks en 234 voor D66. 4 stemmen waren er blanco en 2 ongeldig. De volgende is Zalencentrum De Sleutel. In Groesbeekenstad in Brederweg, 934 stemmen. Daarvan zijn er 6 voor lokaal, 42 voor de VVD, 44 voor GroenLinks, 48 voor de PvdA, 67 voor D66, 168 voor het CDA en 559 voor kernachtig Groesbeek, 0 blanco en 4 ongeldige stemmen. En voor het laatste stembureau in dit rijtje gaan we naar de Stekkenberg, naar Op de Heuvel. Eens kijken hoeveel stemmen daar vandaag zijn uitgebracht. Waarom precies te zijn 623 geldige stemmen, waarvan 7 voor lokaal, 24 voor de VVD, 29 voor D66, 39 voor GroenLinks, 51 voor de PvdA, 67 voor het CDA en 406 voor kernachtig Groesbeek, 1 blanco stem en 1 ongeldige stem. We zijn onderweg naar de laatste uitslagen, daarvoor melden we ons zo dadelijk weer. Maandag had ik het genoeg om een jonge dame van 18 te mogen spreken, die stond op de lijst. Nu heb ik het genoegen om een jonge dame van nummer van 19 jaar te mogen spreken. En die staat op lijst op nummer 6. En die staat hier doodsangst uit te staan, want ze is bang dat ik moeilijke vragen stel. Heeft iemand een moeilijke vraag? Want ik heb ze niet. Wat vindt u van de uitslag tot nu toe? Ja, ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Maar ik vind het heel knap wat de lokale partijen klaarspelen. En ik had natuurlijk zelf meer voor het CDA gehoopt. Maar goed, we hebben nog een aantal stembureaus te gaan, dus ik ben heel benieuwd. Ik werd lastiggevallen door meneer Hopman. Want je vindt het knap wat de lokalen gedaan hebben. Ja, ik bedoel, ze hebben nu flink de meerderheid. Dus ik ben heel benieuwd hoe we gaan eindigen. Ja. U vindt het knap, maar vindt u het ook, had u het verwacht? Ja, ik heb dus 4 jaar geleden heb ik niet kunnen stemmen, toen was ik dus nog te jong. En ik heb niet zo heel veel ervaring met de lokale partij, dus ik wist er niet zoveel over. Dus voor mij was dit een soort van verrassing, omdat ik nog niet helemaal duidelijk had. Maar ja, ik denk als het verwacht is door de rest, dan nog steeds erg knap, ja. En is het ook knap dat het 3 partijen zijn die voorheen misschien wel eens een keertje niet allemaal op 1 lijn zaten en dat ze nou dus nu zo samengegaan zijn en dan nog zo'n resultaat hebben?
Ja, nou dat is dus inderdaad knap. Ik heb gehoord dat er inderdaad intern wat verschillen zitten tussen de partijen. Maar dan vind ik het heel knap dat ze alsnog de kiezers hebben kunnen trekken. Die blijkbaar het vertrouwen hebben dat die drie verschillende partijen toch samen goed kunnen samenwerken. Maar dat is natuurlijk ook een opdracht voor jullie. Voor u. Een opdracht? Hoe bedoelt? Een opdracht. Of een uitdaging. Ja, een uitdaging is het zeker. Dat kunnen we nu wel zien inderdaad. Ja, dat klopt. En u neemt de handschoen op? Ik zou wel willen, ja. Maar goed, ja, we gaan het zien. Oké, okay. Nou, dit was het. Daar heeft u nou de hele avond naar... Nee. Het is allemaal niks. Veel succes en nog een prettige avond. Dames en heren, het is 11:11. Als wij de laatste drie stembureaus ook binnen hebben. En dat wil zeggen dat de uitslag, de voorlopige uitslag, bekend is. En wij die uitslagen van die laatste drie stembureaus aan u gaan laten zien. Plus uiteraard de totaaluitslag. En we beginnen met de telling van het stembureau De Gevleugelde Vrienden. In Millingen aan de Rijn zijn vandaag uitgebracht 454 stemmen. Waarvan er 2 waren voor kernachtig Groesbeek, 11 voor de VVD, 29 voor D66, 39 voor de PvdA, 40 voor GroenLinks, 55 voor het CDA en 278 voor lokaal. 2 stemmen waren er blanco in Millingen bij De Gevleugelde Vrienden. Dan gaan we naar het volgende stembureau, Muziekgebouw des Musica. En hoeveel stemmen zijn daar uitgebracht? 795 stemmen uitgebracht, waarvan 14 voor de VVD, 14 voor kernachtig Groesbeek, 47 voor de PvdA, 57 voor D66, 110 voor het CDA, 113 voor GroenLinks en 440 voor lokaal. 2 blanco stemmen en 2 ongeldige stemmen zijn daar uitgebracht. Gaan we naar het laatste stembureau van vanavond. Ook Schuttersgenootschap OEV heeft de stemmen allemaal geteld. En dat u weet, dat is ook in Millingen aan de Rijn. Laatste stembureau al daar. 541 getelde stemmen. Daar waren er 4 voor kernachtig Groesbeek, 27 voor de VVD, 28 voor D66, 35 voor de PvdA, 38 voor GroenLinks, 59 voor het CDA en 350 voor lokaal. 3 blanco stemmen en ze waren allemaal geldig. Dan gaan we nu naar de totaaluitslag en die is heel spannend in die zin dat het dicht bij elkaar ligt. We zullen u op een aantal plaatsen, we zullen u daar doorheen leiden. 56,9% bracht zijn stem uit, 954 voor de VVD, 1186 PvdA, 1967 voor GroenLinks, 2203 voor het CDA. 4088 voor lokaal en 4167 voor kernachtig Groesbeek. En u ziet dat zit op een aantal plaatsen heel dicht bij elkaar. Dus we zeggen nog maar een keer, het is een voorlopige uitslag. In die zin dat om allemaal zeker te weten hoe het zit, nog een definitieve uitslag bekend moet worden. Hoe ziet dit er procentueel uit? 5,8% voor de VVD, 7,2% voor de PvdA, 11,6% D66, 11,9% GroenLinks, 13,4% voor het CDA, 24,8% voor lokaal en 25,3% voor kernachtig Groesbeek. U weet dat er met deze telling 25 zetels te verdelen zijn. Daar zijn 2 restzetels straks erg belangrijk, dus blijf nog even letten op dat woord voorlopig, dat weliswaar tussen haakjes staat. Maar voorlopig ziet de zetelverdeling er met deze uitslag als volgt uit. Het aantal zetels... Het wordt een beetje rumoerig. Ja, het aantal zetels voor de VVD was 1 en blijft 1. PvdA stijgt naar 2, CDA daalt naar 3. GroenLinks houdt zijn 3 zetels, D66 groeit naar 3. Lokaal zou 6 zetels hebben en kernachtig Groesbeek 7 zetels in deze uitslag.
We zijn zo dadelijk bij u terug met de uitslag in verhouding ten opzichte van die van 2014 en 2018. En we spreken ook graag nog even met de lijsttrekkers over deze voorlopige uitslag. Ja, dames en heren, hier in de Mallemolen, wij zijn bezig met het verzamelen van de 7 lijsttrekkers. Inmiddels komt de heer Verstegen het podium op. Hetzelfde geldt voor mevrouw De Greef als Sylvia Fleuren. Je mag ook rechts het trapje pakken wat je wil. Help er even. Lukt het, Sil? Ja. En dan missen we alleen nog mevrouw Albers van de Partij van de Arbeid. Even kijken of zij nog in de house is. Leslie Albers. Ze komt eraan. Oké, okay, dat is mooi. Dan biedt ons dan wel even wat ruimte om een paar mensen te bedanken. Zeker. Alle mensen op de stembureaus die hier hard aan hebben gewerkt. De mensen die de verkiezingen hebben georganiseerd. Ik weet dat het heel veel werk is geweest. En ook een compliment aan degene die deze avond hebben georganiseerd. En ik denk dat we daar wel een applausje voor mogen geven, ja. Ja, terwijl mevrouw Albers dadelijk een grootse entree zal maken, stel ik voor dat we toch alvast het gesprek beginnen met de lijsttrekkers die hier al zijn. Daar komt ze al aan, dus wachten we nog een klein momentje. Geeft u haar een hartelijk applaus. Met 1 zetel kom je voorzichtig het trapje op. Namens de Partij van de Arbeid. Schuif aan. Ja, schuif maar gewoon aan. Je mag zelfs voor je eigen staafje gaan staan. Ja, Erik, misschien een mooi moment om aan de rechterzijde te beginnen bij mevrouw Barber. Ja, mevrouw Barber, de vraag die we gaan stellen zal niet heel verrassend zijn. Uw eerste reactie op deze uitslag? Eerste reactie. Toch wel verrassend. We hebben een stuivertje gewisseld, hè? Nu hadden wij 7 zetels en de Groesbeekse partijen hadden er 6. En het is andersom. Ja, ik denk samen dat het heel goed uit gaat pakken. Ja, als het toch over samen gaat, dan staat naast u staat meneer Weijers. Uw reactie? Mijn eerste reactie is dat ik een applaus wil voor alle medewerkers van Omroep Bergendal. Voor de afgelopen weken. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij konden shinen, wij politici, op diverse podia konden shinen en onze achterban konden laten zien waar we voor staan. Dus dat is eigenlijk mijn eerste boodschap. En de tweede is dat ik gruwelijk trots ben op alle mensen die er een jaar geleden voor gekozen hebben om mee te gaan met kernachtig Groesbeek. Alle 3 de bloedgroepen tot 1 hebben laten samensmelten. En het feestje vieren, dat doen we op een later moment. En dan gaan we ook alle mensen nog even benoemen die daar een belangrijke rol bij hebben gespeeld. Dankjewel. Ja, naast Erik Weijers staat misschien wel de man die we als grootste overwinnaar van deze avond zouden kunnen zien met zijn partij D66. Groeiend van 1 naar 3 zetels. Hartelijk gefeliciteerd, meneer Verstegen. Dankjewel. Ja, wij zijn ook super trots dat wij die 3 zetels nu behaald hebben. Tijdens het debat afgelopen zondag heb ik ook gezegd, die 2 zetels die erbij komen, die pakken wij wel.
En dat hebben we ook gedaan. We hebben het geflikt, jongens. Een applaus voor het team van D66. We hebben goed gewerkt. Dankjewel. Dan gaan we één stapje verder naar mevrouw Albers. Ja, die kan in wezen ook hetzelfde zeggen. Van 1 naar 2 zetels. Uw reactie? Ja, 100% winst. Dus, nee, ik ben hartstikke blij dat we in ieder geval een zetel erbij hebben. Dat ik niet meer alleen zit. En dat we dus het sociale geluid kunnen laten horen. Dus dat, daar gaan we mee door. En nog wat sterker. Dus ja, fijn. En de rest ook gefeliciteerd. En iedereen bedankt. Ook hier mag een applaus op volgen. Ja, afgelopen zondag met het afsluitend lijsttrekkersdebat zei meneer Hammer nog, als ik 4 zetels krijg, dan sta ik vrijdag pas op. Ja. Als het er 3 zijn, ben ik heel blij, maar het bleef bij 1. Wat is daarop de reactie? Nou, laat ik beginnen met feliciteren van D66 met 3 en ook kernachtig met 7, de grote winnaars, denk ik. Hebben dat fantastisch gedaan. Ja, en de kiezer heeft gesproken, wij hebben er eentje, we hadden er 1, dus we blijven gelijk en we gaan keihard er tegenaan de komende 4 jaar om de volgende keer dan wel naar 4 zetels te komen. Ik ben benieuwd welke verwachtingen mevrouw De Greef van GroenLinks gaat uitspreken. Maar allereerst uw reactie zeg maar, op de uitslag van zoals we die vanavond hebben gezien. Nou, allereerst felicitaties, want er zijn inderdaad een aantal die prachtige scores hebben gekregen. Dus heel goed gedaan. Wij zijn uiteraard ontzettend blij dat wij onze zetels vasthouden. En dat daarmee dus toch echt het groene en sociale geluid van GroenLinks nog blijft in onze gemeente. Net zo sterk als afgelopen keer. Ja, dan gaan we tenslotte naar de 7e partij. Stonden op 4 zetels en terwijl er 2 zetels meer te verdelen waren in de raadzaal, hebben jullie er toch eentje ingeleverd. Mevrouw Fleuren, de reactie daarop? Ja, nou eerlijk. Het is teleurstellend voor ons. En ik had ook vooral ons team. We hebben ontzettend op een leuke manier met ons CDA-team toegewerkt naar deze dag. Er zat ontzettend veel spirit in en een hele brede groep van jong en oud, man en vrouw, van alles en nog wat. Dus we hadden een lokale goede flow. Ik denk dat we wel een beetje tegen wat stromingen in hebben geroeid. En daar is dit het uiteindelijke resultaat van. Misschien hebben we niet hard genoeg geroeid of was de stroom te hard. Een van de twee. Ja, als we hier op het... inderdaad een applaus nog. Als we hier op het podium kijken hoe u min of meer toevallig opgesteld staat, want het heeft te maken met hoe de balkjes op het beeld gebracht zijn en hoe de stemlijsten waren dit jaar. Dan staan er 5 lokale partijen naast elkaar en daarnaast 2 lokale partijen, 5 landelijke en 2 lokale partijen die samen de grootste zijn geworden. Meneer Weijers, dat zien we landelijk ook terug, lijkt het vanavond. Hoe duidt u dat, het verschil tussen zoveel stemmen voor de 2 lokale partijen, weliswaar grote partijen, ten opzichte van al die landelijke partijen? Ja, dat is best moeilijk te verklaren. Ik denk dat een belangrijk deel ook komt door de landelijke politiek. Dat er heel veel mensen gewoon klaar zijn met de landelijke partijen. We hebben de corona gehad, we hebben nu Oekraïne. Ik denk dat dat echt een tendens is, dat ze daarom ook voor een deel gekozen hebben voor de lokale partijen. En ik denk ook dat we het de afgelopen jaren goed gedaan hebben en dat we dat men het ons ook gunt. Ja, dat mogen duidelijk zijn, want de kiezer heeft niet voor niets gesproken. Tussen haakjes staat er nog steeds voorlopig en volgens mij heeft u deze avond goed gevolgd. Op het aantal stemmen is het nog best wel spannend of de restzetels precies goed zijn gevallen. Maar daar lijkt het op dit moment wel op. We zullen straks ook nog even vertellen hoe de rest van deze week eruit ziet om te duiden tot op welk moment er een definitieve uitslag is. Maar mevrouw Barber, als dit het is, dan zijn dat 13 zetels voor lokaal en kernachtig. Dan denk ik dat er een makkelijke formatie plaats kan vinden deze keer. Ja, ik denk niet dat er zoveel anders is dan dat het nu was. Alleen was het verspreid over 6 partijen, maar dan hadden we ook 13 zetels. Maar dan was het van 23 partijen. Zeker. Dus ja, ik denk dat de grootste partij maar eens als eerste begint te puzzelen van wat is nu het verhaal verder. Is er niet zo'n ingewikkeld puzzeltje, lijkt me, of wel? Nou, ik weet het niet. Kan. Meneer Weijers, vindt u het een lastig rekensommetje?
Nou ja, 13 is natuurlijk meer dan de helft van 25. Maar heel goed. Och ja, ik denk dat er best partijen naast mij staan die, waar we heel graag het gesprek mee aangaan om te kijken van kunnen we er nog een bondgenoot bij halen. Nou, dus. Dat is een duidelijke uitnodiging lijkt me. Erik, heb jij nog een afsluitende vraag aan een van deze lijsttrekkers? Nee, ik wou eigenlijk jullie ook allemaal bedanken. En ik heb ook gezien hoe hard jullie allemaal gewerkt hebben. Dus ik zou zeggen nog een hard applaus voor deze mensen allemaal en hun fractiegenoten. Hiermee ook een applaus voor uzelf. Ja, dan danken we jullie hartelijk om hier nog even deze uitslag te duiden. Of je nou gewonnen hebt of verloren, fijn dat jullie hier nog even wilden zijn. Ga nog even in gesprek met elkaar, drink een drankje op winst of misschien wel op het verlies. Maak er nog een mooie avond van. En wij zullen dadelijk nog even voor de luisteraars en kijkers thuis en misschien ook voor u hier vertellen hoe de rest van deze week eruit ziet in de stappen om tot een definitieve uitslag te komen. Dank u wel. Ja, we beloofden zojuist al, zeker ook voor de mensen thuis, om nog even met u door te lopen hoe de politieke kalender er de komende tijd uitziet. Aanstaande maandag 21 maart zal om 10 uur 's ochtends de definitieve uitslag bekendgemaakt worden. En de planning is om dan om 8 uur 's avonds daar een duidingsdebat aan te wijden vanuit het gemeentehuis van Groesbeek. Op woensdag 23 maart worden de nieuwe raadsleden om 11 uur 's morgens van harte welkom geheten in datzelfde gemeentehuis. En dan op donderdag 24 maart wordt er al afscheid genomen van de oude raad. Dat gebeurt om 4 uur 's middags. Daar wordt 's avonds nog een hapje opgegeten. En woensdag 30 maart zal de installatievergadering plaatsvinden van de nieuwe raad. Ten slotte zal ik nog één keer met u doornemen hoe die zetelverdeling eruit ziet op dit moment. En nogmaals gezegd, dat is dus een voorlopige uitslag, want de definitieve uitslag krijgt u maandag 21 maart aanstaande. Dat is het CDA met 3 zetels, GroenLinks 3 zetels, 1 zetel voor de VVD, 2 voor de Partij van de Arbeid, 3 voor D66, 7 voor kernachtig Groesbeek en 6 voor lokaal. Daarmee komt er om 11:45 op deze woensdagavond, de 16e maart, een eind aan deze uitzending van Omroep Bergendal, waarin we met u de uitslagen doornamen van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Hartelijk dank voor het kijken, hartelijk dank voor het luisteren en ook hartelijk dank voor uw komst hier naar de Mallemolen. Graag tot over 4 jaar.